Hapie! Laat het! Hapie! Mijn meisje! Oh nee, ga je er onderlangs? Ik ben een beel! Hey! Lekker hoor! Ja, ja, de coach, daar is hij weer. We gaan weer voetballen. Het ene moment sta je tegen Ronaldinho, tegenover Ronaldinho. Het andere moment, het pakje spullen. En dan ga je naar Jonathan. Kleine stap. We wachten nog eventjes op Akamist. Wie kent hem niet? De sensatie op Instagram. En volgens mij komt hij daaraan. Ja hoor, daar is hij. Ja, dus we laten de camera gewoon eventjes draaien. Hij wordt keurig afgezet door zijn moeder. Potverdorie. Je weet wel goed te timen, hè? Dan ben je gelijk in beeld. Hè? Huh? Hallo. Dank u wel. Ja, nou dan maar gelijk mee in de vlog, hè. Kijk eens even. Wat denk je wat? Ik ga het eerlijk zeggen hoe het zit. Black Friday, gekhuis. Ik rijd naar huis, pak mijn spullen, neem mijn dochter mee en ik geef gas. Ik denk, ik ben wat vergeten. Ik ben wat vergeten. Is het een handdoek? Mijn voetbalschoenen? Nee. Ik was Akamist vergeten. Godverdorie. Kan niet, hè? Nee. Ik kan echt niet dit. En van de week nog bij Ronaldinho geweest samen. En dan, ja. Nou ja. Nou, we gaan gauw naar Zeist. Ja, ja, we zijn er op VV Jonathan. Sta hier al op het veld. Ligt er prima bij. Veel activiteiten. Kijk, de boog van voetbalmeester Teppen staat er al. Wordt spannend. Een paar leuke nieuwe debutanten. Ja, debutant is altijd nieuw. Huber Kien doet mee. Koen Weiland doet mee. En een record aantal kaartjes verkocht. Dus let's go. Onze vaste beveilige pot van Dorian is goed. Klaar voor? Allemaal komen jongens vanavond. Klaar voor? Altijd. Altijd? Jij? Jij niet klaar voor? Sowieso, een spits. Ja? Ga je er eens voor? Goed scoren. Ja, ja, je moet je status omhoog halen. Ja, we moeten goed voorbereiden voor die zware wedstrijd. En we hebben onze wereldspits. Hey Roy. Première voor jou, hè? Hey? Zo, dat is een makkelijk draai zo doen. Makkelijk draai zo doen bij jou de foto, of niet? Ja. J.O.B. Goed verhaal, let kort. Nieuwe kledinglijn van Obelix. En jij? Heb jij nog wat te vertellen? Nee hoor, niet zoveel. Nah. Ja. Maar ben je... Zeg dan, moet zeggen. Ja, dat is als manager. Dat is de bedoeling als vlogger, dan moet ik gewoon... Ja, dat is mijn manager. Ja. Kijk eens even weer, wedstrijdfaantje. En deze jongens zijn er al. Het is droog, dat is wel lekker. En heel veel publiek. Dus ik ben benieuwd. We gaan zo naar buiten. Opstelling maken. En we gaan het zien. Zojuist hebben we de opstelling gemaakt. Deze spelers zijn er al. Heerlijke broodjes ook voor ons. En voor mij een nostalgische foto hier. Kijk eens even. Oud FC Utrecht. Kijk. Oh. Eet smakelijk, pap. Echt? Ja, voor het seizoen toen we voetballen. Ja, maar dit is voor de show. Je noppen zijn te lang. Je noppen zijn te lang? Voor jouw nieuwe. Ja. Op kunstgras. Dan ga je uit. Nee, maar daar staat... Er is een discussie gaande over mijn nop. En deze, heb je die echt verwarmd? Ja. Dat is een logische naam, weet ik niet. Ja, ga maar googlen. Hé, je moet op kopen. Ja, ga zo. Hé. Yo. Jerk. Goed. Yo, heb jij het shirt nummer voor mij? Nee. Het shirtnummer? 13. Van 20. Wat? Nummer 20. 20, top. Okay. Je leeftijd? Oh, bijna 8 jaar. Dat weet ik. Basie! Dit is de viewtje, dames en heren. Kijk eens. Oh. Lekker! Van die brede poten, die platpoten. Ik heb voor dit hele goede spullen zijn. Sowieso een shout-out naar voetbalshop, je weet het. Ga naar voetbalshop.nl en dan kan je deze ook halen. Hoho, yo! Nou ja, als we toch bezig zijn. Ja, ja, ja. Zijn die ook nog steeds te koop bij voetbalshop.nl? Nou, nog steeds te koop bij voetbalshop.nl. Maar limited edition, dus wees snel erbij. Ja, zoals jullie weten hebben we van de week tegen Ronald Dio gevoetbald. Het wordt steeds professioneler. Kijk maar eens even, zeg. Potverdorie. Ja, ja, dat gaat goed, rode coach. Hé, hey, wacht even. Oh, dit is een... Ja. Oh nee, ga je er onderlangs? Ik ben een beel. Hé. Hey. Lekker hoor. Jongen, jongen. Hey. De coach. Ja? Lekker man, moeten we echt elke wedstrijd hebben dit. Ik zou je vertellen,
Nou ja, je bent nu in beeld, zeg het maar. Bij deze? Ja, dan moeten we waarschijnlijk iedere week bij Jonathan voetballen. Dat is het enige. Ja, als er iedere week zoveel publiek komt, dan wil ik het niet. Kijk die kicks, joh. Die, komen, die heb ik ergens gezien in Manchester of zo. Deze blauwe? Ja. Ja, ik ben today aan de Blue Man Group, man. Want ik heb nog meer. Oh. Ik heb blauwe handschoenen, maar ik heb ook een blauw keepershirt. Oh, dit is top. Dankjewel. Helemaal goed, alsjeblieft. Dankjewel. Ik heb een blauw keepershirt. En ben je? Ja. Hé, hey, Massie. Ben je een pretje? Ja, ja. Je bent helemaal rood. Ja, tuurlijk. Ik vind het gek als je met jouw hoofd op zo'n ding zit. En no, en no vandaag, hè? Lekker, hoor. Ja, nu, dat kan ook niet anders nu. Hello. Zo? Ja? Oh, Blink. Hoe is het? Ja. Lekker, hoe is het met jou? Goed, hoe is het met jou? Die is er. Oh, bie. Is dat? Waar is dat? Ik weet niet, dat ergens denk ik aan de zijkant. Oh, dan ga ik even zoeken. Ja, en ik doe vandaag zelf ook mee. Ja, zo. Gaat lekker. Ik doe vandaag ook zelf mee. Ik heb mijn hele toffe Puma. Baller. Kicks. Alleen Griezmann heeft ze. En ja, nu ook rode coach. Eens kijken of het effect heeft. Dus we gaan het zien. Mooie kicks. Je ziet het. Gekhuis in Zeist. Man van de wedstrijd, 2 goals gemaakt. Nessim ook, maar die was vorige keer man van de wedstrijd. Beetje gekke wedstrijd, maar. Zo zat ik ook al 5 dagen thuis. Dus, Hey, ondanks de griep, 2 goaltjes. Ja, man, het is goed gegaan vandaag. Kom door die schoenen. Ja, man, echt serieus, nogmaals. Thanks voor de schoenen. Ze zijn nog steeds wit, maar ze hebben wel gescoord, hè? Lekker. Hey, verhuisd hè? We zijn bezig met verhuizen, dus ik hoop over een maandje over te gaan. Dus ik wacht nog op je hulp, man. We zoeken nog hulp, dus... Hey jongens, wie kan er volgende week verhuizen? Wie wil me volgende week helpen met mijn huis? Ik ga helpen! Hey, wat is dat op je wang? Een permanente marker tattoo! En wat heb jij op je wang? Een handtekening! Van wie? Papa Lekap, natuurlijk. Papa Lekap. En jij dan? Ja, hetzelfde. En jij? Ook. Okay. We zijn er heel blij mee. Oké. Okay. Maar wat vonden jullie van zijn doelpunten vandaag? Heel goed. Echt geweldig. Ja, heel mooi. Perfect. Ja, ze hebben goed gespeeld. Moet hij vaker meedoen? Ja. Ja.
kijken. Ja. En vooral voor wij komen kijken. Wij komen echt kijken. Oh, ja, doen we. Wij zijn support. Ja. Ja. Okay. Tot zover de harde kern van Zeist. Terug naar de studio. Wie vond je de man van de wedstrijd? Ik denk toch. Ja, ik twijfel tussen twee. Ik wilde zeggen Luca, maar Arsenio is ook zo ongelooflijk goed. Voor mij is Arsenio wel de man eigenlijk. Ja, normaal staat hij in de spits, nou achterin gespeeld. Maar eigenlijk zorgt hij ervoor uiteindelijk dat Nessing twee goals maakt en Serra Lacap. Nee, daarom. Ja, natuurlijk voorin. En zo hebben zoveel mensen goed gespeeld. En Van Basten kun je op momenten altijd genieten. Nessim, fantastisch. Maar voor mij is hij de man omdat hij achterin zoveel heeft opgelost. Wat ik je zeg, hij is helemaal geen verdediger, maar hij doet alles voor het team. Gaat ook niet per se voor zijn eigen actie of zijn eigen goals. En toch zoveel voetbal. Ik vind hem echt fantastisch. Hey, jij was snel hier, hè? Had je een andere auto vandaag? Andere auto, hè? Zomaar. Nee, ja, ik kwam wel van een andere auto. Die was wel snel. Ja, hoe snel was die? Meer dan 600 pk. Ja, Glenn, wat voor auto had hij? Speel je bij Arsenal? Nee, ik zou niet weten, wat voor auto heeft hij dan? Nee, ik wist toevallig dat hij in Duitsland even een testritje heeft gemaakt, toch? Of mag ik de, jouw video komt toch eerst? Het RS6 van 2020. Oh, okay. Even uitgeprobeerd. Was wel leuk. Okay. In Duitsland. Ja, Duitsland. Beter. Snap je nou waarom hij zo snel was op veld? Ja, want ik denk dat hij heeft die motor op zijn rug gezet. Ik sta hier gewoon naast de Akkamist, mag ik gewoon zeggen. Stel je even voor. Ja, ik ben Joris Zebrechts, oftewel Akkamist, ja. Check zijn Instagram. En ik denk, zodra jullie dat doen, dan heb je precies 100.000. Ja, dat mag hopen. Ja, dat hopen we. Wat vond je van je debuut? Ik vond het echt heel erg tof. Ik zag wel wat beweging aan die linkerkant. Een paar acties. Kan beter. Maar ja, blij. Ja. Ja, jongens, voor degene, ik kan me niet voorstellen dat je hem niet kent. Check zijn Instagram. Jullie hebben vast wel langs zien komen. Hij ging wereldwijd viral. De bal in de rugzak. Meer hoef ik niet te zeggen, toch? Dat is hem, dat is hem. Rustig. Nou, ik inmiddels lig ik op de grond. Jongens, rustig, kom. Laat Roy even, hij is bij leeftijd. Het was een soort morspit. Wie zit hier? Hey, een keertje tegen Lucky Ajax, dat zinkt een beetje rond. Zou ik mooi vinden, zou ik heel mooi vinden. Bij wie speel je dan mee? Ja, bij ons natuurlijk. Want wie is ons? Ja, bij creators natuurlijk. Oh. Hey, maar, ik ben geen onderdeel van Lucky Ajax. Nee, maar ja, ik zie heel veel gastspelers altijd bij ze. Ja, dat is waar. Als ze me daar vragen, wordt het misschien moeilijk. Nee, joh. Ik vond het echt heel leuk om hier mee te doen voor het eerst. En, Staat op camera. Staat op camera, ja, tuurlijk. Mijn woord heb je. Top. Wat is er allemaal gebeurd met onze keeper vandaag? Ja, oké, maar luister. Wat ik wel vond, hij miste dus de penalty. Dus ik riep al, bij de tweede penalty, Noah, weer nemen. Maar hij zei van, nee joh, ik weet wat ik kan, ik weet wat niet kan. Pakte later wel een mooie redding. Dus ik eerlijk zeggen, hij pakt hem, hij heeft zich herpakt, vond ik er ook gewoon die tweede penalty gewoon weer nemen. Ja. Nou ik denk dat dit zeker wel in de top 3 hoort hoor, jongen. Kijk, SC Woerden staat op 2, gedeelde eerste plek samen met Feyenoord. Ja. Zelfs hooligans hier in Zeist. Nou, ik dacht dat we in Zeist speelden, niet in Amsterdam-Zuidoost, maar ik kan me vergissen zo met een Bijlmer-actie en zo. Nou, tot zover. En zo naar de buurt. Tot morgen. Volgende tegenstander, wie willen jullie? Wie wil jij? Wie wil ik, ja. Ja. In Duitsland, tegenstander in Duitsland. Luister, Ivo, het moet ver rijden zijn. Maar je moet je... Nee. Zullen we dan een blauw duimpje doen? Gewoon een duimpje, maar de kleur maakt niet uit. Ja, dat was... Kijk, dat wil ik even weten. Nou, bedankt voor het kijken. Geef een duimpje dus voor deze video. Vergeet niet te abonneren. Check het kanaal van Dylan. Nieuw auto. En check ook eventjes de Insta van Glenn. @GlennHelder official.